De N201 tussen Uithoorn en Aalsmeer is zaterdag een tijdje dicht geweest vanwege een eenzijdig ongeluk. Rond 2 uur verloor de bestuurder van een auto waarschijnlijk de macht over het stuur en ramde de vangrail. De auto en de vangrail liepen veel schade op. Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeluk. Tijdens dat onderzoek was 1 rijbaan dicht.